Ik zit hier te vissen met één hengel met deze rig. Dit is een rig geknoopt van het materiaal van Rigmarole Hydrolink. Het mooie hiervan is dat het fluorocarbon is met een breed mantel. Een kordehaakje, een captortje, wide gape. Ik zal heel even scherp proberen te stellen op de punt. Het is lastig om het goed te doen. Een bolletje van BFP, ongeveer een centimeter eronder. Het is fruit punch. Dat masje. Het mooie van dit spul is dat je de her flexibel kan maken. En met de fluorocarbon een heel klein linertje kan maken dat stijf is. Waardoor het altijd goed draait. Twee kleine stukjes poet hierop. En een wachter met de lusverbinding. Hele simpele rig, heel makkelijk te knopen, maar heel erg effectief en het haakt als de tierenleer. Tweede rig voor de hardere bodem is deze, een combi-rigje. Een stukje fluorocarbon, 25 lb, klein stukje soepele breed. Een linelinertje van krimkous. In plaats van bij de andere een ringetje, hier een stukje tube op de haakbocht. Gewoon om het aas mooi onderuit van de haak weg te laten komen. Wederom een fruit punch bowl. Wederom een netmaisje. Blijkt heel effectief te zijn hier. Verder altijd een stukje tungstenpoetie op de knoop. Om het goed op de bodem te houden. En wederom met een lusje de wartel eraan. Hele goede rig. Altijd haakt die. Het is... goed te zien. Een van mijn favoriete rigs. Dit doet het gewoon. Dit werkt. Als laatste een iets bijzonderdere rig. Excuses voor mijn taalgebruik. Deze rig is een bungee shot rig. Dat is een rig die je heel weinig ziet. Wat probeer ik hiermee te bereiken? Ik probeer hiermee te bereiken dat aas mooi van de bodem af staat. En dan vis bij een aasopname. Langzame druk opbouwt, waardoor de haak ideaal de tijd heeft om in te haken. En je kan wel zien dat ik het stukje... Ja, dan ben ik de naam kwijt. In ieder geval dat ik het bungee stukje, dat was hem, mooi ver uit kan rekken. Hier op een zelfgedraaid pop-upje. Een kind kan de was doen. Als je het eenmaal door hebt hoe je het moet knopen, is het gewoon heel makkelijk te doen. De shot heb ik geknoopt van Moutrap, van Corda. Vind ik tot nu toe nog het fijnste materiaal. En het stukje bungee komt van een eerdere rig die ik heb gemaakt. Maar dat is natuurlijk altijd herbruikbaar. Nou, dat waren mijn rigs waarmee ik hier vis. En ik hoop dat jullie er wel van opgestoken hebben. Een beetje inzoomen op het water, Remco, dat je die vis daar voorbij ziet komen. Dat is bezig. Je ziet dat die vis er net in gaat.
Hoppa. In de pocket. Mooie spiegel. 29 pond. Ja, prachtvis. Super blij mee. Grootste van het jaar tot nu toe. Mooi beestje. We gaan hem weer laten zwemmen. Ze mag weer. Dan ben ik heel blij mee, hè?